is de K-route, maar deze week... De leesclub had de nice roman lezen van Leo Popma, Os gong der een oor. En de schrijver reageert op wat de lezers van zijn boek vinden. Het Broken Brass Ensemble is een hit. De acht blazers hebben een volle agenda. Iedereen wil ze haar. Ze scoren een wereldwijde YouTube-hit met hun cover van Thrift Shop. En Paul Andriga exposeert in het kerkje van Ginnem onder de mooie titel Als het om de liefde gaat. Zien beelden en installaties binnen der twee weken te zien. Welkom bij de K-route en bij de leesclub. Size kritische lezers zitten hier weer klaar in Paul Kruger op het Heerenveen en ze willen graag losbronnen. Maar we zullen eerst even naar het Broken Brass Ensemble. Zij spelen een aparte mix van funk en hip-hop en brass en fanfare. En ze hebben hartstikke volle succes. Hun laatste filmpje op YouTube is een wereldwijde hit. Hoe hadden ze dat succes nou vast? Douwe Talma zocht de acht jonge blazers op. Maar die gedachte in achterhoofd. Douwpop in Hellendoorn, Oerissel. Verline wieke tongensje. Het Broken Brass Ensemble speelt op dat festival met haar zongblazers en een percussionist. En het Tukkense publiek vindt het fantastisch. De Friese band besteedt nog maar een jaar, maar speelt Nederland plat. De band is dus hot. Wat is het nou zo leuk om blaasmuziek? Ja, het is gewoon hut en het skeurt gewoon. En, het is altijd feestje, want we zijn natuurlijk al in mobiel. Dus wat dat betreft is het ideaal dat iedereen een toeterin aan heeft in plaats van al een instrument op het podium. Ik ken ook al hier een beetje van vroeger, van de Dekdweilers en van de Bogema Big Band. En al hier binnen de blaasmuziek in Friesland. Nou, hij heeft een clip gebracht, die is 400.000 keer bezoeken binnen. Ja, dat is inderdaad de Thrift Shop. Dat is net echt een clip of zo, maar we hier dat nummer hier in de repetitie even opnomen. En hebben we op YouTube zetten, inderdaad. En toen is de bom ontploft, dus maar dat wie je net verwacht. Daardoor kunnen we nou wel heel soort shows dan, dus dat is heel erg cool. Je hebt gewoon online post en een heel soort mensen had oppikt ofzo? Ja, dus, maar het is viral gaan en het is in Amerika is het belangrijk. En Pigger het blogs het oppakt en RTL Nieuws hier het oppakt. En toen moet het zeg maar echt hut. Ja, dat verbaast mij wel, ja. Nou ja, dat het zo'n succes was, zo, dat hadden we misschien al net verwacht. Maar ja, het is een stijgende lijn van nou dat we begonnen binnen en dat giet voor ons gevoel nog steeds dat toch. En ja, het is fantastisch om het al je mooi te mogen zien. Laatste loodjes voor jou? Nou, het laatste loodje hier op Douwpop. Zometeen gaan we nog verder naar Hes Open in Zwolle. Dus je moet nog twee sets. Waarom spelen zij hier? Ja, het is gewoon een hele toffe act en ik zag ze op, voor het eerst op Vlieland, op de Great Wide Open. Daar zag ik ze en afgelopen september. En dus ik vond het heel tof om erbij te hebben als een soort van gigant act ook, die je overal kan opduiken op het terrein. En met dat gebeurde, zeg maar, braken ze ook redelijk hard door natuurlijk, ondanks met de Thrift Shop, met een editie op YouTube. Dus het was wel een goede timing. Zijn ze origineel in wat ze doen? Ze zijn heel erg origineel, vind ik. Ja, absoluut. Zoiets hebben we nog niet in Nederland. De muziek van het Broken Brass Ensemble is een mix van brass, hip-hop, funk en fanfare. En dat slaat on. Ek op Douwpop. Muzikale cocktail van het Broken Brass Ensemble, is dat naai, zoals je met presenteren? Ja, wat wij doen is echt uniek. Dat, ja, daarom giet het nou ik zo goed natuurlijk. Omdat wij hebben een eigen sound en we doen iets eigen ding. En het is altijd feest. Er ben geen andere bands ergens op deze planeet die vergelijkbare muziek maakt. Nou ja, we hebben natuurlijk wel een heel soort invloed, vooral uit de New Orleans en de Amerikaanse stijl van de brassmuziek.
Maar dit soort bands is er nog net. Pieter Klaas kan het mooi vertellen. Maar is de band werkelijk zo uniek als hij het voorstelt? Wat zou zijn bandmaat ervan? In Amerika is het heel bekend. Er stikt het in principe van dat soort bands, vooral in de omgeving van New Orleans. En ja, het is hele opzwepende feestelijke muziek en dat, ja, dat moet je Rick onderslaan. En in Friesland had je eigenlijk net zo'n soort van succes clubjes die muziek maaitje? Nee, eigenlijk net. Nee. Daarom is het idee een beetje ontstien bij Peter en Pieter Klaas Wooi, om dat toch een keer wat mooi te doen. En nou ja, wat er nou hier gebeurt. Het Broken Brass Ensemble is dus naast een leuke band en goede muzikanten ook een niche in de Nederlandse muziekmarkt. Die kenmerken hoe gelijk was nog geen kronje te wijzen van succes. Contacten en netwerken in de muziekindustrie zijn lieke belangrijk. Wat dat ongeet, had de band een goeie aan haar manager Peter Rijn. Peter is net alleen nog een van de bedenkers van de band, maar is ook programmeur van het Bolwerk in Snits en organiseert ook een tal festivals in Friesland. Hij is benamen achter de schermen flink in het spier om de band op de muzikale kaart te zetten. Nee, dat dacht ik al. Ik zie hem dus graag even voor de kamer een paar vragen stelt. Maar dat woe hij Peter genoeg net. Hij wil dat de muzikanten alle onder krijgen. Heb je daarom mijn vest aangetrokken? Zit dus neer het oors op om die muzikanten dan maar even aan het wut te haven hoe hem. Zullen Peter hier nou hier nou net zitten? Dus Peter die regelt dat wij hier eten krijgen, dat we een bier krijgen en dat we jongens ik weer thuis komen. Dus wat dat betreft, ja, die Peter dat is echt een held. Maar qua marketing? Ja, dat het hij ook wel goed in kan. Ja, want hoe kent dat? Ik denk dat hij ergens instraalt is, ik heb geen idee. Maar hij is programmeur bij het Bolwerk, hij doet een soort festivals. Skilt dat, zeg maar, om Jim een beetje op elkaar te zetten, want hij had natuurlijk wonker het netwerk. Ja, dat denk ik wel. Ja, maar het is natuurlijk... De band is gewoon een goede band en het is gewoon altijd leuk. Dus dat is echt de kracht. En was er dan verder mooie regels en dat soort dingen, dat maakt het dan misschien net niet zo vol uit. Maar het is gewoon de band die je doet. Ja, maar Jens, ik ken een soort bands. En een heel soort band zei ze, ja, dan kist nog zo goed wezen. Maar als toen net die meisje kist en die netwerk net haast, ja, dan komt ze. Maar het begint natuurlijk altijd wel mooi een goede band. Ja. Maar het scheelt wel dat je hem een beetje mylift kennen natuurlijk op zijn netwerk, of net? Ja, ik denk het wel. Ja. Dus wel succesvol momenteel, maar hoe denk je met succes verste hoorn? Nou, we komen volgende maand komen we met een EP. Al je eigen nummers en vlak daarvoor komt dus een single uit. En dan proberen we het hele festivalseizoen gewoon oeral en nergens te spelen. Dus er staan, ik denk dat er nu 30 of 40 shows staan nou vers voor in de simmer. En we gingen gewoon knallen deze simmer. Voor 4-4 ben wij internationaal. Dat hopen we. Toch? Tuurlijk. De leesclub zit klaar. Welkom alle heren. Voor u sluit het boek Als Gong der een Oor, het naaiste boek van Leo Popma. Het gaat over een man en een vrouw die elkaar een week lang zagen in een loonhuis in de dunen aan de Franse kust. En ze hebben beide een verlien dat angst behindert om echt bij elkaar te komen. De binnen Boerlieu en die weten van alles over het verlien en vooral van die vrouw en van het hoes. En van een zoon en van een man die het verdronk daar aan de kust. Dat is zo ongeveer het verhaal, hè? Ja. Heel kwaad zijn. Een boek is natuurlijk altijd oervallen meer als oer het verhaal. Wat tocht je hem toen je hem dit boek bij de post kreeg? Het zou op het eerste gezicht, hoe het eruit ziet. En je leest dan de flap natuurlijk. Ik dacht een mooi dik boek. Nummer 9 wat gebeuren. 14 dagen, 3 weken. De eerste 4 regels zie ik lezen. Ik denk, wat is dit? Toen moest ik het trijken lezen. Toen zit ik pas in het boek. Ik weet hoe moeilijk even. Moeilijk om erin te komen. Ja, ik kon heel moeilijk in dit boek komen. Ja? Is dat ik iets? Ja, nee, ik hier ik ben met het boek begonnen. Ik dacht, oh, nou, dit valt wel mooi, want het leest eigenlijk als een pocket, zeg maar. Ja. En ik ben steeds, dan denk ik, oh, nou heb ik het. Ja. En dan weet ik het weer kwijt.
En ik dacht, nou, dan ben je trolle, dan heb ik het weer. En ik werd constant kwijt aan het eind daar. En waar leidt dat dan hoor? Nou, dat het me net echt helemaal pakte, denk ik. Taalgebruik, ik word. Ja, ik vond taalgebruik is toch heel mooi. Taalgebruik is wel heel vernuftig. Ja. Ik denk dat het de opbouw van het verhaal is. Het gaat vanuit het verliezen, springt het weer in het heden. Hij gaat van de ene persoon, switcht er heel grap naar de andere persoon. Hè, op ieder moment zit je in het verhaal van Johan en dan staat Niek in één keer weer wat. En dan denk ik van, nou dan moet ik inderdaad weer naar het begin van de pagina en dan lees ik dat. Lees ik het nog een keer. Oh ja, dit is die orenjongen die nou wat zaait. Hé, staat. Ja. En dat maakt het dat je steeds in de war raakt. Herkenst u dat ik? Ja, ik dacht, ik ben wat te jong voor dit boek. Ja, ik vond het, ik denk, van mij vindt dus hij het wel leuk. Maar, hé, hey, jij bent een beetje harder dan mij. Ja, nou. En volgens mij, hij hem, nou, dat vind ik dus wel grappig om te zeggen dat je hem dus ik wel hier. Want ik op een gegeven moment, hè, met dat boordje, dat verhaal dat ze, hè, dan gebeurt er wat, denk ik, oh, nou, leuk, spannend stukje. En toen zak het wel wat oud. Ja. Maar een heel middenstuk, denk ik van, nou, inderdaad, dat je net echt het dan ook wel verskropen kennen van... Wij er nog hinnen wel. En durf wat dat 100 pagina's, voordat ik echt dacht van, nou, dat begin ik het wat te snappen. Ja. Dan komen de lijntjes een beetje bij hoor, van de personages. Ja. Ja. Hij weeft een soort een tapijtje van al je verhalen in elkaar. Ja. Maar is dat dan net een interessant gegeven? Ik vond dat het uiteindelijke verhaal wordt versoopt in de verhalen eromheen. Volgens mij is de man, de schroeper, vierste wordt met de taal bezig en net met het verhaal. Ik bedoel, die man die zal, weet ik hoeveel verstaan heeft van de Friese taal en van poëzie. Maar van een knap verhaal schrijven, zo ik in dit boek net. Ik vind het heel nieuwsgierig wat Jim erover zegt. En ik krijg pas een beetje beet. Maar het laatste commentaar van een van Jim. Giet het boek misschien ik hoe die taal? En het taalgebruik van hem is natuurlijk uniek, hè? Ik had het boek lezen en ik had aan de kant lijn en ik had wel lezen. En toen werd het mooi. Toen werd het boek vol. Ik had 2 keer lezen. En toen werd het boek hartstikke mooi. Toen werd het volle mooi. Het boek. Ja. Nou ja, misschien moet je dat dan inderdaad nog een keer lezen dat je het dan beter begrepen en mooier vindt. Maar ben wij dan, ik lui je misschien, ik lui je lezen? Nou, ik denk, we hebben een oren. Toen zei ik voor de snelheid van de media, maar waar ben ik van de snelheid van de boeken en van televisiefilms? Er moet actie, James Bond, hupse flups. Een boek is net voor het gemak. Een boek is om, krijg als een gedicht, want daar begon het mij. Een gedicht is ik net voor het gemak. In een gedicht moest die ik ingraven. Dan moest lezen en nog een keer lezen voordat je begrijpt wat die dichter woer. Ja, en dan had mij een roman het ongemak dat het verdik ik nog eens een keer 1260 zinnen is. Dus dan moest het zien, ik is volle. Er zit ook een hele psychologische lijn in het boek over het ontdekken van jezelf. Hè? Waar gaan wij je waar komen, over talen aanleren en daarmee misschien wel je identiteit kwijtraakt je. En daarna steeds weer op zoek gaan. Ik kan net weer rondvinden. Maar wat zij dan op een gegeven moment doet, zij heeft elkaar in het verliezen ontmoet en zij heeft wat maal elkaar gehoord. En toen dat de eerste keer plak vond, toen weer dat voor haar als kwam ze thuis. Hè? Toen kon ze haar eigen taal weer spreken en toen daar ontliende zij een stukje identiteit aan. En dan is er geen actie van gevaar of geen spanning van dat iemand in levensgevaar is, maar wel dat er hier van alles gebeurt. En dat speelt hier heel erg in dit boek, vind ik. Ja. En boeit hij dat dan, wat hij daarover schreeuwt? Ja, want ik vind dat wel heel interessant, van hoe komt de meest dat ding en waarom denkt er zo, waar komt het waai? Uiteindelijk gaat het daarom. Of heb ik het daarover hebben willen? Wat docht taal met mensen? En hoe verbindt ze dat? Maar ik, hoe kunnen mensen ontwartelen rijtje van haar taal? En hij schroeft ik gedichten? Ja. Mm-hmm. Vind je hem dat waarom in zijn stijl, dat dichterlijke? Dat is wat ik net het eerste hoofdstuk voor het zei. Ik zei, dit is een poëet. Ja. En toen ik hem helemaal net opzocht op internet, ja? Dus toen zei ik, Sinanneke, zie je die man eens op. Anneke, zeg je dat? Het verbaasde me niks. Nee. Ja. Ja. No, en dat er daar dus ik zijn meeste prijzen mee won had. Ja. Ja.
Want ja, die man is taalkundig en wel fenomenaal. Dat griff. Nou, het stiet mij als lezer in het paard. Het stiet mij als lezer in het paard. Ik vind het op die manier zat hij dat geschreven. He. Dat ken je in poëzie, ken het heel mooi. Mm-hmm. Maar in zijn verhaal, dat taalgebruik stiet dan vies te vier van het dagelijkse van de gewone mensen. Het nieuwsgierige is dat ik net in het Fries opgegroeid ben. Ik ben van mijn 12e om mijn 20e heb ik boet in de provincie wennen. Hij spreekt een mooie taal, dat jerk wel vaker. Maar dat is omdat het een ongeleerde taal is. Vaak bedoelen mensen er ik mij, ja, het is uw taal, het is wel mooi, maar het is uw taal net. En dat vind ik eigenlijk wel altijd een heel zwier oordeel. Hoe is het aan? Het komt natuurlijk al je wel bij elkaar, maar er zijn nog wel vragen die net beantwoord worden. Nou ja, dan kan je er zelf wel naar denken. Ja. Hè, zelf wat van verzinnen. Nou ja, dat vind ik dan ook wel weer het mooie om zo'n boek. Hè? Dat het net alle keer uitkoud worden en dat wij als domme mensen nog een keer jaren moeten hoe het ziet. Maar dat er inderdaad een iep en een om bloot. En dat is zijn eigen verhaal hoe verder me. Ja. Geest. Ja. Dat vind ik dus wel heel mooi. Dat moet die vooral net voortlitten. De iep en ein, we zelf. Ik vind er een denken keer. Ja. Want ik kan nou dingen yet en dat is mij sabot net bij mij net sabot te plak komen als het een keer van horen yet. En dus dan word ik daar nog wel even zien hoe dat dan of lezen hoe dat dan eigenlijk krek ziet. Zullen we het daarmee afsluiten? Lezers, ja. Tegen dank weer voor het lezen. Ik al, is het een boek die iedereen net likkebad aanspreekt? Des te mooier vind ik het dat je hem er toch zo in verdiept hebt. Dan gaan wij naar het liedse dwarke ginnen. Dat laat tussen Verwerd en Bedaard. Want daar is het werk te zien van Paul Andringa. Hij heeft er een expositie gesteld van zijn beelden en installaties onder de mooie namen Als het om de liefde gaat. Nou, dat lijkt mij een mooie naam. Zijn werk weer verder wat abstract. En hij zei het zelf, ik heb nou volle meer het figuratieve erin taal litten. En daardoor is het nou toegankelijk naar een volle grutter publiek. Paul Andringa had een atelier in de oude technische squallen in Ljouwert. Hij werkt het laust in volslaande stilte, maar rest in zijn holle. Pas dan kan hij hem helemaal concentreren. Het atelier luidt vol met alle jek wat dat voor een oren niet een afval is. Want je weet maar nooit of je het nog eens broeken kan. Ik vind het mooi als het een beetje raadselachtig blijft. Van, ik leg er wel een bepaalde bedoeling in. Maar ik vind het ook heel mooi als dan de kijker ernaar kijkt en dan denkt van oké, ja, dat roept iets op. En dat, ja, dat is eigenlijk zoals ik werk. Figuur, een tekening die dan, zij loopt, dat is een hoepel, dat vind ik wel mooi, dat is een mooi de hoepelen. Maar dat geeft ook beweging aan, er zit in feite ook leven in, hè? Dansen. Dansen is in feite is een fantastische manier om je te manifesteren. Dansen en zingen en muziek maken. En ze heeft ook zo'n mooi bekertje op haar hoofd van, hè? En dat correspondeert dan met deze bekertjes. Maar ik weet je, ik ga ze gewoon neerzetten. Dat is wel leuk om even. Dit is een oude band, een oude videotape. En die komt hier dan op een bepaalde manier gewoon. Dat is even wat puzzelen natuurlijk. Nou, zomaar een beetje.
En dan heb ik hier die glazen. En hier. En wat tot de rond nou, Meidij? Het is hier zo'n serene stilte. En het is, ja, ik voel hier ook de geschiedenis. Je voelt hier de aanwezigheid van geschiedenis. Het is niet een kaal parkeerterrein. Ik vind mijn werk wel heel wel spiritueel, vind ik het. En dat ondersteunt eigenlijk de ruimte. Die dan, en ik vind ook die begrippen als God, kunst en liefde, dat zijn eigenlijk abstracte begrippen, dat kun je niet vangen in woorden. Mensen proberen dat wel, maar dan krijg je vaak weer, dit is het. Maar als je zegt van dit is het, dan sluit het iets anders uit. En ik vind het wel mooi om het open te laten. En dat heeft ook, ja. Ik vind het wel mooi als de stilte ontstaat. En het is ook vaak heel mooi om te zien hoe mensen in een kerk stil worden. Je wordt automatisch stil. En dit werk vraagt wel om stilte, omdat ik het ook heel erg in stilte heb gemaakt. En dan vind ik dus. En het hoeft voor mij ook niet zo heel boodschapperig te worden. Want dan wordt het al heel gauw van. Ja, jongens, dat hoeft helemaal niet. Kijk en geniet. Maar stilte, de broek is wel een bandrecorder. Leuk is dat, hè? Nou, het is een beetje een idee dat je hebt. Dat is nog niet helemaal exact goed, maar zo. Zoiets. Heb ik daar inderdaad, wat jij zei, die bandrecorder erbij. En dan. En die muziek is eigenlijk niet goed. Het is eigenlijk een hele oude band die vervormd is. En dat vind ik eigenlijk, voor mij staat het ook een beetje van, weet je, er is zoveel wat goed kan gaan in je omgang met elkaar, maar vang het niet in woorden, maar doe het in handelingen. En daar staat het een beetje voor. Dat is, eigenlijk is het een dubbel beeld van, het eigenlijk ook wel heel, het is een kast die ik heb getimmerd en die heb ik vervolgens verbrand. Het is allemaal van die vlammende vormen erop. Droge aarde, nou dat is ook iets van, nou, het is verdroogd. Muziek die eigenlijk niet goed, alsof je ontstemd is. Opnames en dan vind ik het dus prachtig hoe daar eigenlijk iemand in staat te dansen. En mijn grote liefde Caro, die heeft voor mij, en daar ben ik dus erg blij mee, vond ik ook, dat is nodig in het beeld. Caro die heeft haar, of ik heb haar voeten wit geschilderd. En zij heeft hier dus staan dansen. En dat dansen is dus eigenlijk het contrast, hè, zo van het leven, het contrast eigenlijk met het, want eigenlijk is het ook wel weer een heel, het is met opzet een heel vies kleed, het is een hele oude stoel, het is heel erg dat je denkt van, ja. En dat is een beetje wat ik met dit beeld wil zeggen, maar misschien is de muziek nou wel even goed, dat weet ik niet. Die doe ik er even uit, hoor. Ik vind het wel mooi dat je dan in dat als toeschouwer van, net zoals je de ruimte eigenlijk laat inwerken op jezelf. Hè. Net zoals mensen kennen allemaal dat beeld van de natuur die iets met je doet. En zo vind ik het ook met zo'n beeld. Zo van, ja, neem alsjeblieft de tijd om er even wat omheen te lopen en ga maar associëren. Dat, ja. Na je weekend ben je er weer. En dan hebben we een verhaal over Instagram-fotografen. Mensen die graag foto's maken op een mobiele telefoon en die dat delen op de Instagram-site. Er binnen hele gewone kiekjes bij, maar ik prachtige foto's. En daar is een tentoonstelling van in de Blokjes Poeten in Ljouwert. Nou, dankjewel voor het zien. Jim Tegentank. En graag op een weekend.